rechtbank erkende dat het zo was, maar zei, je bent daar niet in je proces door benadeeld, dus we gaan ook niet daar strafvermindering voor geven. En hij vindt dat hij dat, dat wel moet. Hij is ook kwetsend voor de familie, toch? Ja, die hebben dit natuurlijk ook weer moeten aanhoren. En het is een beetje zoals de advocaat-generaal al zei, als er nou iemand is die onmenselijk is behandeld en die gemarteld is, dan is het natuurlijk Anne Faber geweest. En ja, de familie van Anne Faber was